Rondom de kerstdagen zien we circussen en levende kerststallen waarbij dieren ingezet worden. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het dierenwelzijn bij deze evenementen en stelde vragen aan de wethouder. Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer te maken met verschillende evenementen waarbij dieren betrokken zijn. Onder andere een kerstcircus, maar ook de levende kerststallen. En daarbij hebben we vragen gesteld over hoe dat in de gaten gehouden wordt qua dierenwelzijn en dergelijke. U maakt zich daar zorgen over? Nou, ik maak me sowieso zorgen over het gebruik van dieren voor het plezier van mensen, zeg maar. Het gebruik van dieren of omgang met dieren moet altijd zo plaatsvinden dat je die dieren daar geen overlast van ondervinden. Ja, in zijn algemeenheid lijkt me dat natuurlijk ook een logische, maar heeft u signalen vanuit Arnhem dat dat wellicht wel gebeurt? Ik heb nu ook verhalen gehoord van dit circus, waarbij dan kamelen betrokken zijn. Dat er tijdens de optredens zelfs met een stok tegen de poten van de kameel worden geslagen om... Om te zorgen dat hij door zijn hoeven gaat knielen. Verder hebben we de levende kerststallen. Dat kan natuurlijk heel vriendelijk zijn op een kinderboerderij, waarbij die dieren eigenlijk met rust gelaten worden, zoveel mogelijk. Maar nu bijvoorbeeld in het Muzieskwartier was ook sprake van een levende kerststal. En daar zaten gewoon mensen die konden bij die dieren. Kinderen zaten aan het schaap te trekken, konden er tegenaan gaan hangen. En de vraag is of dat wel de bedoeling is en of we wel zo met dieren om moeten gaan. Is voor u überhaupt wel wenselijk eigenlijk dan dat er dieren betrokken zijn bij dat soort evenementen? Ja, die levende kerststallen, dat is wel iets waar we van vinden dat het afgelopen moet zijn in de toekomst. Ja, u stelde vragen over van in hoeverre wordt hier nou rekening gehouden bij vergunningverlening en handhaving vanuit het college. Hoe was de beantwoording daarop? Er werd gerefereerd aan de vrijheden van Brembel. Dat zijn de 5 vrijheden van Brembel, waarbij eigenlijk beschreven staat dat een dier vrij moet zijn van honger en dorst, van angst en stress. Dat ze een soort eigen gedrag moet kunnen vertonen, dat soort aspecten. Daar wordt aan getoetst, alleen... Ja goed, het is natuurlijk heel moeilijk om te toetsen van tevoren of die vrijheden in het geding zijn. Er wordt wel gehandhaafd, maar dan vooral ook na meldingen. Als er een melding komt bij de MVVA, dan gaan ze kijken, dan gaan ze ter plaatse om te zien of alles in orde is. Als ik goed geluisterd heb, hoorde ik wethouder Bouwkamp ook zeggen van wij twijfelden ook wel over of de inzet van levende dieren überhaupt wenselijk is. Daar was u volgens mij tevreden mee om dat te horen. Nou, tevreden. We hebben uiterst verheugd om te horen dat er wellicht in de toekomst het gebruik van dieren in het evenementenbeleid nog verder aan banden gelegd wordt. Die beantwoording van Bouwkamp deed me deugd, ja. De Partij voor de Dieren zal zich in blijven zetten om de inzet van dieren bij evenementen verder aan banden te leggen.